Joost, kom op, nog heel veel gas, nog heel veel gas. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Mijn naam is Joost. En ik ben Martijn. Althans, nog Martijn. Ja, want vandaag hebben we weer een nieuwsgierige aflevering. En de vraag van vandaag luidt... Kan je het één ronde volhouden tegen een professionele bokser? Laten we gewoon zeggen, nee, dat kan niet. En laten we naar huis gaan, Joost. Nu we nog leven. Oké, is goed, laat. Oké, we zijn met de bokschool, jongens. Ja, het is dus een vrouwelijke bokser. Dus dan zou je denken van, appeltje eitje. Nou... Zij is uitsmijter bij de R. Ik heb gehoord dat zij de ME traint. Ik heb gehoord dat zij speciaal agent of zo traint. Of ja. Iets van kasten van gasten. Ja, jullie gaan het echt moeilijk krijgen. Ik had het graag ook kunnen doen. Maar ik heb dus een doktersverklaring. Ik mag dus geen reactiesport doen. Je mag geen reactiesport doen. Nee, ik heb zware botcomplicaties. Allergrootste onzin ooit. Maar Martijn, zullen we kijken wie onze tegenstander van vandaag is? Is goed. Let's go. Jij eerst? Dames voor. Eerst. Ik ga tweets. Hey, succes. Staat er al. Staat er al. Hoi, Joost. Hoi. Ah, Martijn. Dus wij gaan tegen jou boksen. Als jullie dat willen. Als jij het aandurft. Grapje, jij gaat het doen. Dus, nogmaals, Maxime, dit wordt de ring. Ja. Hoe vaak heb jij iemand KO geslagen? Geen één keer. Geen één keer? Nee, geen één keer. Oké, okay. gaan niet heel vaak dingen mis? Nee, ik ben meer van het slopen. Oh. Ik wil liever dat je gebroken ribben hebt en dat soort dingen. Heel rustgevend dit. Dat vind ik leuker als het nog koud gaat. Je vindt het leuker iemands ribben te breken dan iemand ook uitslaan? Ja. Ik zou zeggen, let's get it over with. Ik ga proberen om met jou 3 minuten lang één ronde het in een ring vol te houden. Ik wens je heel veel succes, Joost. Ik ga me omkleden. Ja. Ja, wat is je tactiek? Ja, ik zit er twijfels aan. Ik denk gewoon vol gas. Dat denk ik dus ook. Gewoon vol gas. Dat denk ik ook. Bluff het af. Bluffen. Bluff het af, dat denk ik ook. Ik weet ook dat dit heel dom is. Ik weet dat het ook niet slim is, weet je. Maar nee, juist... als ik zo doe, krijg ik ook tikken. En als ik krijg sowieso tikken. Oh nee, gewoon vol gas ervoor. Oké, okay. Dat ken jij, jongen. Dat ken jij. Ja, hoe, precies dat. Hoe doen boxers dit? Hoesa! Oké, high five is goed. Als jij haar pakt, hoef ik er niet meer te pakken. We slaan de KO. Ja? Of gaan we de gebakken ribben? Kom op, ken jij het. Bewaar dit, bewaar dit! Ik ben de baas van de ring, volg de regels, dus hou het sportief. Klaarstaan, ja, en... Fight! Joost! Joost, kom op! Joost! Oei, Joost! Oh. Oh. Hij slaat echt best wel goed, maar ja. Zo blijkt alles. Ja, ja. Borstje. Oh. Nou, nu? Nu maak je de boos. Ja, nu maak je de boos. Nu maak je de boos, oh, juist. Yo. Nu maak je de boos, wil je niet juist. Ja. Nu begint het slopen. Nu gaan de gebroken ribben komen. Ja. Kom op, Joost. Joost, kom op, nog heel veel gas, nog heel veel gas. Joost! Joost! Het is een vrouw, Joost. Ja, dat was het. Dankjewel. Dankjewel. Martijn? Ik ga het niet doen. I'm out. Martien, kom eens hier. Nee, ik ga niet doen. Ja, kom eens even hier. Ik heb het volgehouden. Ik heb het gevoel dat ze rustig gaan met een beetje. Dat denk ik ook wel. Op een paar tikken na.
Nu is het jou. Nee, ik ga het niet doen, jongen. Gast, ik ben niet snel bang, ouwe. Maar ik word wel echt bang van haar. Ja. Eén klap en ik ben klaar. Fucking hell, dit is het domste wat je kan doen eigenlijk. Hier, yeah, mijn bonte blauw oog. Waarvan is dat? Voor wakeboarden. Asje. Dit is zo dom. Dit is zo dom. Dat je als ongetraind bokser het absoluut niet op kan nemen tegen een professionele vrouwelijke bokser. Want je bent echt volledig kansloos. Ja. Hey, vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even zeker een duimpje omhoog. Bekijk onze andere video's en subscribe ook zeker op ons kanaal. Ja, dat is. Tot volgende week. Oh, Martin, gaat wel een beetje. Ja, ik ben een beetje duizend nou. Ik ben uitgeschakeld, ik kan niet meer.